De vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen, AMLO, gaat in zee met de stichting Knarrenhof Nederland om het woonproject Hof van Heden AMLO te realiseren. Woningstichting Beter Wonen, AMLO, stelde woensdagavond haar vergaderruimte ter beschikking voor een informatieavond. Wat is de rol van de Knarrenhof in het project? De Hof van Heden van Almelo die heeft eigenlijk mij gevraagd of ik hen wil helpen om het proces verder te organiseren, om ook daadwerkelijk tot grondeigendom te komen en tot stadbouw te komen. Mm-hmm. Ik kom uit de bouw- en ontwikkelwereld en je ziet heel veel van die bouwgroepen in Nederland die het wel lukt om mensen bij elkaar te krijgen en een mooi idee, maar dat het dan niet lukt om het haalbaar te krijgen en om tot uitvoering te komen. Waar ligt het aan dan? Dat heeft er toch mee te maken dat je eigenlijk toch wel echt die vastgoedkennis en dat vastgoednetwerk moet hebben. Wil je dat voor elkaar krijgen? Wij hebben nu meer dan 6000 mensen in Nederland in 80 gemeenten. We zijn met 16 projecten bezig, waarvan Almelo er één kan worden. En wij hebben die ervaring wel in ons netwerk. En er zijn ook grote banken die ons steunen. Die zeggen wij willen jullie financieren. Dus het heeft te maken met kennis en met netwerk. Niet met goede wil, want die is hier ook genoeg. Hoeveel projecten heeft de Knarrenhof al gerealiseerd? We zijn nog maar 6 jaar bezig. Dat betekent dat we nu een paar maanden geleden met de startbouw zijn begonnen van het eerste project. Gemiddeld duurt een CPO 9 jaar tot startbouw. Leg even uit, wat is een CPO? CPO is vakjargon voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus eigenlijk groepsbouwen. Ja. Dus gemiddeld duurt dat 9 jaar. In Zwolle hebben wij na 5 jaar zijn we tot startbouw gekomen. En dat wordt over een paar maanden opgeleverd. Dus mensen kunnen nu al kijken in Zwolle, in de A-landen, hoe dat hofje eruit gaat zien. Maar wij maken natuurlijk elk hofje anders. Ja. Denk je dat het levensvatbaar is, dit project hier? Ja, we hebben eraan gerekend. Het is absoluut levensvatbaar. Het enige wat we nodig hebben is voldoende mensen die het leuk vinden om met gelijkgestemde sociaal actieve mensen in een project te wonen. En dat is natuurlijk beslist geen commune, want privacy is een heel groot goed. Maar als we voldoende mensen hebben die wel wat geven om hun buren, die geven om duurzaamheid, en die de plek bijvoorbeeld op het Indie-terrein een mooie plek vinden in Almelo. Ja, als we voldoende mensen hebben, kan het. Het kan uit. Meester Joris Schilder, wat zijn jullie hier aan het doen in de Paulingstraat? Wij zijn vervanging van waterleidingtracé aan het maken hier, omdat Almelo een nieuw stukje water krijgt. Een nieuw stukje water? Hadden ze niet genoeg dan? Nee, ze hebben hier niet genoeg drinkwater en dat is ook vervanging van oude leidingen. Hoe lang zijn jullie bezig? 2 dagen en dan zijn ze klaar. Ja, ja, ja. Maar wat houdt het in? Waar komt die buis nou te liggen? Onder de grond, 16 meter onder de grond. We zijn nu onder het spoor hebben doorgeboord. Ja. En dat is puur de vervanging van de oude waterleiding ter zee. Ja. Weet je ook hoeveel man eraan werkt? Wat doet u eigenlijk hier? Ik ben de kraanmachinist hier en we werken met z'n vieren, doen we zo'n boring maken. En wat mag u doen hier? Ik ben assistentbouwmeester en ik mag de jongens helpen met andere werkzaamheden. Nou is de klus morgen geklaard, heb ik begrepen. Dat klopt. Ja. Morgen gaan we hier weer weg. Ja. En dan gaan we op weg naar Delden. Dit jaar wordt de 5e Nationale Voorleeslunch gehouden. Ook de bibliotheek in Almelo deed 2 dagen eerder mee aan dit initiatief om ouderen een fijn en inspirerend samenzijn te bieden. Wethouder Christine van Wijk schoof aan en las voor. Op tv stond nog steeds de sportzender aan. Een warme soen op zijn voorhoofd.
Hey Henk, niet wegdutten hoor. Ik ben wat later dan anders, maar ik heb weer iets voor je meegenomen. Zelf heb ik er net zo een. Ze zitten heel zacht. Het t-shirt met de smiley paste precies. Ja, jullie kennen het. Ik ken hem, maar prachtig. Mooi verhaal, hè? Het is voor de ouderen bedoeld, omdat 6 oktober is de dag van de Nationale Dag van de Ouderen. En sinds 5 jaar organiseren we, alle bibliotheken in Nederland kunnen dan een voorleeslunch ook organiseren. En dat is dus echt bedoeld voor de ouderen, omdat dat ook een gedeelte van onze doelgroep is. En dit jaar staat eigenlijk een beetje in het teken van de ouderen onderling, eenzaamheid en dat soort onderwerpen. Is dit daar ook een onderdeel van? Ja, zoals u ziet zitten ze allemaal gezellig bij elkaar te kletsen. En dat is nu ook een onderdeel ervan om toch mensen bij elkaar te brengen die elkaar misschien anders niet gegroet hadden. En op deze manier toch gezellig een lunch samen hebben. En is dit een initiatief van jullie zelf of is dit landelijk? Dit is ook landelijk en elke bibliotheek mag natuurlijk zelf weten of hij er eentje organiseert. Maar ja, aangezien we toch ook de ouderen belangrijk vinden dat die ook blijven lezen, al zijn ze soms aan huis gekluisterd en door onze boeken naar huisdienst wel van boeken worden voorzien, proberen we ze op deze manier ook een keertje hier in de bibliotheek te krijgen en dat ze lekker van een lunch samen kunnen genieten. De Armeense diaspora nummer 10 is anders dan de voorgaande 9. Wat is het verschil? Die Armeense expositie van met de Armeense kunstenaren. Elk jaar breng ik schilderijen van kunstenaren en 1 kunstenaar uitnodigen. Maar met de bezuiniging, we hebben geen steun gekregen en heb ik ook geen goede plek. Heb ik ook in de passage 10 jaren gezeten. En nu, ik wil een anders doen. Nu zijn het dus geen kunstwerken, maar pompoenen die je dus exposeert. En wat wil je uit? Waar worden die pompoenen geëxposeerd? Die pompoenen exposeert in het centrum verschillende unieten. En regelmatig ga ik bij de weekcentra's, bij de supermarketten, met de aanhangwagen, met de pomponen. En de mensen aandacht geven. En pomponen ook kunst. Dit is mijn echte kunst, met de zaden en tot de eend. Dit is je echte kunst, hè? Uit eigen zaden opgekweekt. Maar uiteindelijk, ja, die pompoenen die zijn niet alleen voor de show. Daar ga je ook wat mee doen. Wat ga je daarmee doen? Pomponen, dan maak ik soep aanbieden de mensen. En de pomponen, wie heeft interesse, die kan komen. Iets met de bijdrage voor de stichting van Hikes. En de stichting Hikes heeft problemen met de schilderijen van de kunstenaar en moet teruggestuurd. Die moeten teruggestuurd worden, hè? Ja, en dat moet teruggestuurd worden. En dan bijdragen gebruik ik als transportkosten van de schilderijen. Iedereen welkom, vrijwilliger iets aanbieden. Waar kunnen ze die soep kopen? Die pomponen, mensen kan mij bellen. Of die komen bij de Weerdense straat. Of als ik bij de weekcentrum, bij de supermarktparkingen, de mensen kunnen zien. Ja. Weerdense straat, hoeveel? Precies het adres. Weerdense straat nummer 51, tegenover Tactus. Corrie Bezems monteerde in 1998 op een groene bloemsteel 2 klaprozen die 's avonds periodiek aanlichten met de tekst heel eventjes maar.
Het werk heeft een positieve, vrolijke uitstraling door kleur en vorm van de bloem die zich volledig opent.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.